Roy Pieters heeft de 76e editie van de wielerronde van Dordrecht op zijn naam gezet. De Haarlemmer bleef na 100 kilometer in de eindsprint voor zijn concurrenten. Met 18 man reden we weg en we hebben constant volle bak gereden. En, nou, het was moeilijk wegkomen. En, ja, op het einde, ja, het is gewoon goed sprinten en het lukte. Pieters vertrouwde op zijn sprintcapaciteiten en dat betaalde zich uit. Het hele jaar in sprint ben ik altijd 1, 2 of 3. Dus ja, ik weet dat er bij zit dat ik gewoon sowieso op het podium rijd. Naast het hoofdprogramma van de elite en de belofte werd er gedurende de dag in meerdere categorieën gereden. Voor het koningsnummer werd de baan door de amateurs en de sportklasse opgewarmd. Daarnaast was er ook nog een dikke bandenrace voor de jeugd en een derde wedstrijd in 3 delen. Ja, we zijn er vorig jaar zijn we ermee begonnen. Dit jaar hebben we dat iets verder uitgebreid, wat meer professioneel aangepakt. Wat mooie namen naar de wielerronde ook kunnen toetrekken. Sponsoren hebben daarvoor gezorgd. En dat heeft ook doen zorgen dat we grote namen uit het verleden hier aan de streep kunnen krijgen. En die waren te spreken over het derde rondje Dordt. Mooi vlak parcours. Goed lopende bochten, geen rotondes of drempels. Schitterend mooi parcours. Voor rond en vooral achter Dernies te rijden. En ik vond het een schitterende wedstrijd. De jeugd op de dikke banden behandelen hetzelfde parcours al net zo nuchter als een routinier. Ja, ik rij hier soms, maar ik voel het niet echt anders voor mij.